Welkom bij in Kampen. Ja, in Kampen. Ja, met belangstelling voor Kampen Eiland. Begrijp ik vandaag. Ja. Ja. Oh, kijk. Dan moeten we even de toren opklimmen, zeg maar. Dan heb je een mooi overzicht over de IJsseldelta. We hebben de eilandjes die ervoor liggen. Maar menig Kampen daar geen weet van heeft. Nee. Voor bijzonder. Ja, maar wij zien het regelmatig toch. Ja. Ja. En je ziet ook nog Kampen in miniatuur, dus kijk even rond. Dat is even samenhangend. Je had dus even de test of u een patriot was of oranje gezicht. Ja, oh, kijk, ja, wat dat is. Die is allemaal een goede verzorging van die optimaal te knuffelen met mijn koeien. Ja, je moet allemaal omgaan over wat het echt allemaal je beste dieren zijn. En ik heb geen situatie, maar je moet ze goed verzorgen, want dan heb je het goede resultaat. Dus het wordt knuffelvoer is een beetje afgelopen. Maar er zijn boeren die maken dus een tweede tak van hun bedrijf. En dan kun je dus echt niet goed omgaan. Maar ik vond het voor vandaag vond ik het een beetje te groot risico. Want je kunt wel nog met je koe laten knuffelen. Maar weer als hij gaat staan of handig met een bezoeker ingaat. Er staat wel even 500-600 kilo op je tenen. Dus nee, maar we kunnen hier ook. Het ziet er zo mooi uit. Ze zijn zo mooi schoon. Ja. Ja, nou, kijk, je komt door zo'n borst. Zo'n ja. Ja, zo'n wasstraat. Zo'n koeienwasstraat. Ja. Ja. Waar ik vandaag mensen ontvang in het kader van een fietstocht, verhalen op de pedalen. En mij is gevraagd om een workshop te houden over het koeknuffelen. Nou, het woord koeknuffelen is een beetje uit de hand gelopen. Als boer moet je met iedere koe knuffelen. Je moet hem goed verzorgen. Je moet hem optimaal voeren. Hij moet het echt naar zijn zin hebben. En dan krijg je het beste resultaat met zo'n koe. Ik heb in deze stal 135 koeien. En dat je als boer optimaal met die dieren omgaat. Koeien die produceren hier gemiddeld bijna 10.000 liter per jaar. We hebben dus 135, dus dat komt neer op een dagproductie van 30 liter. We zitten altijd net ietsjes hoger. Dat één koe die hier rondloopt geeft gemiddeld 30 liter per dag het jaar door. Dus dat houdt dus in, maak maar een rekensom. Er zijn een paar droge koeien en er gaan 120 koeien door de melkstal. Dat houdt dus in dat je per dag ongeveer 3600 liter melk hebt. Dus dat is een hele sloot. Maar goed, in deze tijden van smalle marges, dan is een bedrijf gebaat met optimaal produceren, goed verzorgen en veel massa. We moeten zorgen dat de tank op niveau blijft en dat wij voldoende liters afleveren. En dat maakt het plezier, maar dat moet ook wel, want anders dan kunnen wij het kostenplaatje niet rondkrijgen tegenwoordig. En dat is wel eens een nadeel in het plezier van het boerenvak. Het omgaan met de dieren moet optimaal zijn. En uiteindelijk hou je dus in die smalle marges, probeer je nog een paar cent over te houden. Ik heb hier een paar melklijsten bij me. Ik dacht, één koe die is bijna aan de 100.000 liter. We hebben al op dit bedrijf al een stuk of 5 koeien die de 100.000 liter hebben gehaald. Dat is een mooi aantal. En die productie komt steeds hoger. Alhoewel ik wel eerlijk wil bekennen dat ik op het niveau blijf van, ik zit tegen die 10.000 liter aan te hikken. Niet meer,
Want dan krijg je toch meer koeien die wat in onbalans raken. Je kunt maar doorgaan en maar doorgaan, maar je vraagt wel heel wat van het dier. Want je bent natuurlijk wel bezig met een stukje topsport met die koeien. En hoe ver moet je gaan? Wil je het optimum nog haalbaar zijn? En er zijn ook boeren met 12.000 liter. Oké, dat is nog knapper. Maar ja, dan hoor je wel eens verhalen dat daar de dierenartskosten en fokkerijkosten weer een stuk hoger liggen. Dus wat is het optimum om als boer je bedrijf te runnen? Nou, in mijn beleving is het onder deze omstandigheden, die 30 liter per dag ben ik tevreden mee. En daar ligt van mij de economische grens om het boer optimaal te houden. Nou, hier lopen dus de koeien. Morgenavond dan melken we ze. Geen melkrobot, we hebben een snel wisselsysteem in de melkstal. Melkrobot is ook mooi, werkt ook allemaal goed. Maar ja, daar ben je de hele dag mee bezig. En ik probeer ze in 5 kwartier, 1,5 uur, dan hebben we het melken weer gedaan. En dan heb ik ze allemaal weer gezien, allemaal weer gecontroleerd. Koeien hebben hier ook allemaal stappentellers. Als een koe met een afwijking is, of is niet gezond, of hij maakt te weinig stappen, dan wordt het keurig op het beeldscherm weergegeven. Krijgen we een alarmmelding van de dieren. Ik zie zo op mijn beeldscherm met de koeien die een afwijking hebben van 15%. Een afwijking van 15% in de melkgift. Een afwijking van 15% in de geleidbaarheid. Dat geeft hij niet aan. Maar hey, iedere koe heeft zo'n blauw blokje voor aan de poot. En daar wordt dus een curve opgebouwd van de gemiddelde van de laatste 10 dagen. En als hij daarvan afwijkt, één koe is wat fanatieker als de andere. En als je daar 15% van afwijkt of een aantal procenten kun je instellen op je computer, dan krijg je een alarmmelding en dan moet je hem in de gaten houden. Dus het heeft veel te maken met of gezondheid, maar meestal met de tochtigheid. Dan moet ze worden geïnsemineerd. En als dan ook nog de melkgift afwijkend is en de geleidbaarheid van de melk is afwijkend, dat wordt allemaal gemeten. Dan krijg ik keurig op mijn beeldscherm van, dan krijg ik tegenwoordig een berichtje op mijn smartphone. Koe nummer 696. Dat is de oudste en die zit tegen de 100.000 dan. 831 is ook een goede koe dan. Dan hebben we onder de koffie, weten we dus waar we het over hebben. En ga je dus naar die bedrijven van, nou ja, 600-700 koeien, dan heb je een heel andere manier van management. En dan is het, maar ook voor mij is het noodzakelijk dat die stappentellers, die halsband voor het automatisch voeren, die geleidbaarheidsmeting en al die meet, die heb ik wel nodig. Zonder kan niet meer. Kalfjes die zijn dus voor een gedeelte voor eigen instroom, voor eigen aanfok. Maar en de overtollige kalfjes, ja, de stierkalfjes, die gaan naar de mesterij. Wij onthoornen de kalfjes. Ja. Maar dat is momenteel in discussie. Kijk, we willen graag zo weinig mogelijk ingrepen aan zo'n dier doen. Ja, ja, ja. En op moment zijn we bezig om genetisch... Ja. aanpassingen te doen, zodat we ze niet meer hoeven te onthoornen. Oh, dat de koe dus hoornloos wordt gefokt. Oh.